Wel, voor eerst goedenavond. Dank voor de uitnodiging. Het is met heel veel plezier dat ik vanavond ook met jullie in gesprek ga over Europa in het kader van de coronacrisis, de COVID-crisis. En we kennen elkaar natuurlijk, want ik heb wel regelmatig met Forming Plus al een aantal zaken gedaan. Dus met heel veel plezier. Europa, hoe werkt dat? Wel, we hebben drie instellingen als we over de instellingen praten. We hebben de Europese Commissie, we hebben het Europees Parlement en de Europese Raad. Het is heel belangrijk om eigenlijk die drie instellingen uit elkaar te houden, want als we spreken over Europa, en dan bedoelen we waarschijnlijk de Europese Unie en niet het geografische of historische of weet ik veel wat Europa. De Europese Unie, die drie instellingen hebben elk heel verschillende bevoegdheden en samenstellingen enzovoort. De Europese Commissie is eigenlijk een soort uitvoerende macht. Je zou kunnen zeggen een soort regering, alhoewel ze dat woord zelf niet zouden gebruiken. Zij kijkt toe op het naleven van de verdragen. Zij kan ook initiatieven nemen om wetgeving tot stand te laten komen. Het Europees Parlement, dat zijn de verkozenen van het volk. Wij zijn volksvertegenwoordigers. Jullie verkiezen de Europese parlementsleden rechtstreeks uiteraard om zoveel jaar. En wij vertegenwoordigen daar de Europese burger, maar in de praktijk vaak toch wel de burger van het eigen land en dus ook de belangen daarvan. We zijn op dit moment met 705 na het vertrek van de Britten. Wat doen wij? Wel, wij maken wetten. Als de commissie een initiatief geeft, maar wij kunnen zelf dat initiatief niet nemen. Dat is een groot verschil met het nationaal parlement. Bij ons, de Kamer, kan zelf initiatief nemen om een wetsvoorstel op tafel te leggen. Als het komt van de minister, dan is het een wetsontwerp. Maar in Europa is het alleen de commissie die initiatieven kan nemen. Het parlement kan dat niet. Maar met dat initiatief kan het parlement aan de slag gaan om te proberen dat voorstel te verbeteren, te veranderen, te wijzigen, eventueel zelfs helemaal terug naar af te sturen. Europese wetgeving komt tot stand via een dialoog met het Europees Parlement en de Europese Raad. Dat is dan de derde instelling. En dat is eigenlijk niets anders dan de vertegenwoordiging van de lidstaten. Daar zitten al die lidstaten bij elkaar, ofwel zijn dat de staatshoofden en regeringsleiders, zoals we dat noemen als het echt gaat over een grote Europese top, ofwel de vakministers. Hè. Dus alle ministers van volksgezondheid bijvoorbeeld kunnen dan samenkomen. En die zitten daar dan echt wel om hun eigen belang te verdedigen. En u ziet meteen al het grote probleem. De Europese Commissie heeft meestal voorstellen die voor Hans Europa misschien interessant zijn. Het Europees Parlement gaat die vaak nog wel een stapje verder trekken, zeg maar. En de Raad die gaat op de rem staan en zeggen, ja, maar ja, wij zijn daar niet mee akkoord, want dat gaat eigenlijk onze bevoegdheid natuurlijk overschrijden. En wij willen niet graag onze bevoegdheid afgeven aan dat hoger niveau, dat Europese niveau. Dus die drie instellingen zijn in continu, in dialoog, in triloog soms voor wetgeving. Heb je eigenlijk de trilogen, de Raad en het parlement die eigenlijk op de tekst van de commissie aan het werken zijn. Tot we eigenlijk met z'n allen akkoord gaan over hoe die wet er dan gaat uitzien. Vaak is het niet een triloog, maar een gevecht, een conflict waarbij de commissie iets voorstelt, het parlement veel verder wil gaan en de raad veel minder ver wil gaan. En dan zie je natuurlijk welke blokkeringen dat er soms optreden. Vooral als je weet dat in de Europese Raad, dus op niveau van de lidstaten, heel vaak toch voor veel zaken met unanimiteit moet beslist worden. Dus met nu 27 lidstaten en er kan er eentje dwars liggen en het feest gaat niet door. Zo werkt Europa. Ook even meegeven dat ja, meer dan de helft, 60, sommigen zeggen zelfs tot 70% van alle wetten die in België van toepassing zijn, hun oorsprong vinden op het Europese niveau. Ofwel is het omzetting van Europese regelgeving, ofwel rechtstreekse Europese wetgeving die bepaalt ja, hoe ons dagelijks leven eruit ziet op heel veel vlakken. En denk bijvoorbeeld aan milieubescherming, milieuwetgeving, die komt eigenlijk zo goed als volledig van dat Europese niveau. Het parlement, 705 parlementsleden, werkt in commissies. En die commissies zijn dan allemaal bevoegd over of voor bepaalde thema's. Ikzelf ben lid van drie commissies. De commissie Interne Markt en Consumentenbescherming. Interne markt, namelijk het wegvallen van de grenzen binnen de Unie en het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. De vier vrijheden, zoals we ze noemen, is eigenlijk de basis
van het Europese project, van de Europese eenmaking natuurlijk. Ik ben voorzitter van die commissie, dus voor mij is dat een van de hele belangrijke activiteiten van mijn politiek werk in dat Europese parlement. Daarnaast ben ik ook nog lid, en actief lid mag ik wel zeggen, van twee andere commissies. De Milieucommissie, die ook Volksgezondheid en Voedselveiligheid onder haar hoede heeft. En de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor mij is dat, u weet dat ik een groene politica ben, heel interessant, want dat zijn de twee poten waar ons groen project, ons politiek project op gebaseerd is, namelijk het groene en het sociale, het ecologische en het sociale. Dus die vind ik in die twee commissies natuurlijk volledig terug. Dat is heel kort, Janusz, want ik kan daar al een avond over praten, maar dat is niet de bedoeling, hoe dat de Europese instellingen en het Europees Parlement werkt. Ja, jullie zijn met heel veel, met meer dan 700. Kan je dan toch als individueel parlementslid het verschil maken? Heb je dat het gevoel dat je daar al een wezenlijke bijdrage hebt kunnen leveren, een bepaald dossier bijvoorbeeld? Ja, toch wel. We zijn nog maar een jaar bezig en eigenlijk met de coronacrisis de laatste maanden is het ook wat moeilijker werken en ligt er heel veel werk een beetje stil. Hè. Alles wat doorgaat heeft nu ofwel met het coronavirus te maken of is dringend, bijvoorbeeld als het over budgetten gaat. Wel, ik ga een voorbeeld geven. Iets wat van de week nu op tafel ligt. De Europese Commissie heeft beslist om het coronavirus... om dat als beroepsziekte te erkennen. Dat heeft België intussen al gedaan en een aantal lidstaten wel, een aantal lidstaten niet. Europa heeft nu gezegd, of is nu van plan om te zeggen, wij gaan dat overal in Europa als een beroepsziekte aanvaarden. Maar er zijn verschillende niveaus van beroepsziekten, waarbij dat je hele grote beschermingsniveaus, zal ik maar zeggen, hebt en hele lage. Dus je hebt vier categorieën. 1, 2, 3, 4. En in categorie 4 geef je eigenlijk de hoogst mogelijke bescherming aan werknemers ten opzichte van het risico op infectie. Categorie 3 zit daaronder. 2 en 1 uiteraard nog meer. Nu heeft de commissie een voorstel op tafel gelegd om dit in categorie 3 onder te brengen. En wij zijn bezig, en ik ben daar zelf trekker van dat dossier met de commissie, om te onderhandelen om dat toch in een hogere categorie onder te brengen om de mensen betere bescherming te bieden. Als dat lukt, dan heeft dat gevolgen voor 460 miljoen zijn we nu ondertussen zeker, inwoners in de Europese Unie. Dus ja, je kunt als individueel parlementslid soms in bepaalde dossiers een groot verschil maken, afhankelijk van waar je je voor inzet en hoe dat je bezig bent natuurlijk. Ja. Het gaat wel soms traag. Dit is nu een voorbeeld waar het heel snel gaat, want we zitten in een crisissituatie en dus het moest heel, heel snel gaan. We zijn daar nu al 2 weken mee bezig en donderdag wordt dat in onze commissie beslist of dat gaat lukken of niet en of de Europese Commissie gaat luisteren naar ons of niet, moet ik eigenlijk zeggen. Soms gaat het veel trager. Als het gaat om de normale wetgevende procedure, dan kan je 2 jaar bezig zijn voor een wet. Maar opnieuw, een wet die honderden miljoenen Europeanen zal beïnvloeden. Dus de impact daarvan is eigenlijk wel heel groot. Oké, boeiend. Laten we eens nu teruggaan naar het begin van de coronacrisis. Zoals ik al een beetje zei in mijn inleiding, zagen we daar wel al eens een aantal taferelen die we eigenlijk ons niet konden voorstellen dat er ooit zou gebeuren binnen het eengemaakte Europa. Ja, die vrijheid om te reizen binnen Europa viel plots weg. Ja, er werden overal terug grenzen opgeworpen die dichtgingen. Maar het ging zelf verder dan dat. Hè, dus medisch beschermingsmateriaal dat in Duitsland gemaakt werd, geraakte niet in België, werd angstvallig in eigen land gehouden. Als bleek dat Italië zwaar getroffen was, was er toch ook de wederzijdse hulp tussen van de andere Europese landen toch redelijk minimaal. Hoe komt dat Europa dan daar in die begin van die crisis niet beter heeft kunnen coördineren? Wel, om te beginnen, de lidstaten. Hè? Dus laat ons dat verschil wat ik in het begin heb willen duidelijk maken, daarom heb ik daar even bij stilgestaan, toch voortdurend voor ogen houden. Hè? Europa, de Europese Commissie, het Europees Parlement, heeft vanaf dag 1 gezegd, lidstaten, laat ons allemaal hetzelfde doen. Wat hebben de lidstaten gedaan? Er niet naar geluisterd en allemaal iets anders gedaan. Net zoals dat de mensen hier naar de supermarkt wc-papier zijn gaan hamsteren, hebben de lidstaten mondmaskers, beademingstoestellen enzovoort gehamsterd en de grenzen gesloten en gezegd, wij gaan dat niet delen met de andere lidstaten. Kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen dat doen. En dat heeft te maken met de manier waarop Europa in elkaar zit. Als het gaat over gezondheid,
dan heeft Europa eigenlijk weinig bevoegdheid. Als ik Europa zeg, bedoel ik de Europese Unie, voor alle duidelijkheid. Dan heeft Europa weinig bevoegdheid. Europa kan bijvoorbeeld niet zeggen aan België hoe dat wij onze gezondheidszorg moeten organiseren, onze sociale zekerheid, hoeveel ziekenhuizen of welke standaarden in die ziekenhuizen. Europa kan zich daar niet mee moeien, want de lidstaten hebben nooit die bevoegdheid aan het Europese niveau afgestaan. Dat is gewoon zo. Dus Europa, in geval van gezondheidsproblemen of crisissen, heeft eigenlijk niet rechtstreeks in te grijpen in de lidstaten. Onrechtstreeks wel, en ik kom daar nog even op terug. Het enige dat ze kunnen doen is richtlijnen geven, proberen coördineren, de lidstaten overtuigen om allemaal hetzelfde te doen of min of meer met elkaar goede afspraken te maken. Maar meer bevoegdheid heeft Europa niet. Maar wat heeft de Europese Commissie onmiddellijk gedaan? En dat is Thierry Breton, dat is de commissaris van de interne markt. Dus die ken ik goed, want dat is een beetje mijn voogdijcommissaris, zou ik hem noemen. Die heeft zijn telefoon genomen en die heeft 14 dagen lang dag en nacht gebeld. En hij heeft me dat verteld, ik geloof dat ook wel. Hij heeft heel hard gewerkt om alle lidstaten te overtuigen om de grenzen te openen. Om al die files die ontstonden met die vrachtwagens waarin essentiële goederen en ook voedsel en medicijnen en beschermingsmateriaal aan de grens stond te wachten. En de grens tussen Litouwen en Polen, die heeft die grensovergang op het slechtste moment. Dat was 24 uur dat die vrachtwagens daar stonden aan te schuiven. Dus die heeft die opgebeld, die heeft gezegd, laat alsjeblieft vrachtwagens met essentiële producten, met voeding enzovoort, laat die passeren. De commissie heeft daar dan ook de green lanes van gemaakt, een soort snelle stroken waarbij de controles minimaal waren om die goederen te laten passeren. En alle lidstaten hebben dat gedaan. Ik denk de laatste die het niet gedaan heeft was Slowakije. Die heeft tot op het einde het been stijf gehouden. Maar waarom is dat? Waarom kunnen ze dat doen? Wel, omdat dus de bevoegdheid voor gezondheid niet Europees ligt. En omdat de lidstaten, want dan hebben we natuurlijk Schengen, dat kennen we allemaal, vrij verkeer, er zijn geen grenscontroles meer. Wel, in geval van crisissen voor de volksgezondheid of de openbare orde, denk aan terroristische dreigingen bijvoorbeeld, of oorlogsdreiging, en uiteraard ook een pandemie zoals deze, dan hebben de lidstaten het recht om de grenzen te sluiten om de eigen bevolking te beschermen. En het werk van de commissie bestond er vooral uit om te zeggen, kijk, als je dat doet, dan gaat je eigen bevolking niet beschermen, dan gaat je jezelf schade berokkenen. Want vandaag heb jij mondmaskers op overschot en je buurland heeft er tekort, maar je buurland heeft morgen beademingstoestellen die jij vandaag niet hebt. Dus je zou maar beter je grenzen openen en met z'n allen die maskers en die beademingstoestellen, om die als voorbeeld te nemen, gaan delen. En dat is gebeurd. Dat heeft weken geduurd. We hebben daar allemaal zitten op kijken. En we hebben allemaal gezegd, is dit nu Europa? Maar dat is omdat Europa zo in elkaar zit. Omdat de lidstaten nooit de bevoegdheid om op te treden in dit soort crisissen aan dat Europees niveau heeft gegeven. Dus wat gebeurt er nu natuurlijk als we uit de crisis komen? Heel veel stemmen die opgaan om aan dat Europese niveau toch meer bevoegdheden te geven. Om bijvoorbeeld in geval van crisissen op vlak van volksgezondheid, bijvoorbeeld pandemieën, om effectief zelf bindend te kunnen optreden en echt te kunnen opleggen wat er moet gebeuren en het niet te moeten vriendelijk vragen. Want bij de exit hebben we een beetje het omgekeerde gezien. De lidstaten komen nu wel overeen, of een aantal toch, van op 15 juni de grenzen te openen, maar een aantal niet. U weet dat dat niet voor alle lidstaten zo is. Ze doen ook de grenzen niet open voor alle andere lidstaten. Sommige mensen mogen binnen, andere niet. Dus het is toch weer in verspreide slagorde en om exact dezelfde redenen die ik er net heb aangehaald. Dus dit is nu wel iets wat op de tafel zal komen om misschien in de toekomst toch te verbeteren, zodanig dat Europa wel degelijk gecoördineerd en slagvaardig kan optreden als er nog een keer zo een crisis zou gaan komen. Ja, want daar werd wel hard op aangedrongen bij die exit-strategie, dat men dan, als de grenzen terug open zouden gaan, dat alle Europese onderdanen op dezelfde manier zouden behandeld worden. Dus dat men niet iemand van Zweden niet toelaat en iemand van Italië wel, bijvoorbeeld. Maar zelfs daar is er eigenlijk geen unanimiteit over, hoor ik dan. Nee, wat men heeft afgesproken is dat er niet mag gediscrimineerd worden. Bijvoorbeeld als de grens tussen België en Nederland opengaat, dat iedereen die in Nederland aanwezig is, de grens over mag. En dat men niet mag zeggen, maar je bent eigenlijk een Italiaan, jij mag niet binnen. Nee, iedereen die
vanuit Nederland naar België wil komen, moet dan kunnen komen. Mag niet gediscrimineerd worden. Maar België kan wel zeggen, wij doen onze grenzen open met Nederland, maar niet met Zweden bijvoorbeeld. Hè, want daar is het nog een beetje moeilijk. Dus vanuit Zweden laten we geen mensen toe. Dat mag wel. Hè. Dus er zijn beperkingen, er zijn grenzen. En altijd opnieuw is het een spel van de lidstaten die onderlinge afspraken moeten maken. En die voldoende gerespecteerd moeten worden, zogezegd, in hun eigen autonomie. En die daar heel, heel erg op staan. Interessant misschien ook op, als zijopmerking is, dat diegenen die normaal gezien het meest roepen dat Europa niet nodig is en dat dat eigenlijk een... die zeer eurokritisch en eurosceptisch zijn, dat dat nu net diegenen zijn die nu ook het luidst stonden te roepen om te zeggen, zie je wel dat we Europa niet zien? Terwijl zij eigenlijk degenen zijn die willen dat we Europa niet zien. Want als de lidstaten het niveau, de bevoegdheid niet geven aan Europa, moeten ze nu niet roepen dat Europa niks doet. Ze hebben nooit gewild dat Europa dat mocht doen. Kan u dat concreet maken? Over welke lidstaten gaat het dan bijvoorbeeld? Ja, lidstaten of bepaalde partijen binnen bepaalde lidstaten. Hè. Ja, de meer eurokritische lidstaten, nou ja, dat zijn dan Polen en Hongarije. Dat zijn op dit moment de moeilijke leerlingen in de klas. De Britten die waren net weg, anders zouden de Britten ook wel geweest zijn. Maar je hebt natuurlijk in elke lidstaat heb je toch wel radicalere eurokritische partijen die vinden dat Europa helemaal niet moet bestaan en dat het lidstaatniveau voldoende is om alles te regelen. En dat zijn degenen die nu het meest geroepen hebben van ja, we hebben Europa niet gezien en Europa doet niks. Het zijn natuurlijk die partijen die alles tegenhouden om bevoegdheden aan Europa te geven. Ja. Ja, en gaat dat gevolgen hebben, gaat dat sporen nalaten, denk je? Bijvoorbeeld in Italië. Je spreekt van eurokritische partijen die dat gevoel versterken, maar in Italië is dat toch een, heb ik gelezen in reportages, een gevoel dat breed leeft onder de bevolking, dat ze een beetje in steek gelaten zijn door Europa. Ik zeg dan niet alleen de Europese Unie, maar door andere Europese landen in het algemeen. Ja, nee, natuurlijk. En dus wat zeggen die landen, zoals Italië bijvoorbeeld, en de mensen die daar wonen? Ja, wat hebben we aan Europa als we nu zien dat er geen solidariteit is komende van andere lidstaten? Maar opnieuw, men vermengt de Europese Unie met andere lidstaten. Waarover gaat het? Wel, het grootste conflict wat we gehad hebben, zoveel weken terug, was natuurlijk bijvoorbeeld een land zoals Nederland, ten opzichte van Italië, als het ging over het herstelbeleid en dus noodfondsen die moesten vrijgemaakt worden om de meest getroffen landen te gaan helpen. Ja, ofwel doe je dat met Europees geld op basis van solidariteit, waarbij iedereen bijdraagt. En eigenlijk het principe solidariteit betekent dat degenen die het meest kunnen bijdragen, dat doen voor degenen die het meest nodig hebben. En dat je dat niet gaat afwegen op een apothekersweegschaaltje. Mijn excuses voor de apothekers in het publiek. Maar dus dat je gewoon zegt... Ja, wij zijn één grote familie en wij zorgen voor elkaar. En ik ga daar misschien direct nog iets aan toevoegen, waarom dat eigenlijk wel misschien zo geen gek idee is. Maar wat heeft Nederland gezegd? Ja, maar ja, wij hebben een begrotingsoverschot. Wij hebben altijd heel goed ons best gedaan. Wij zijn zuinig. De vier zuinige landen, u kent ze wel. Sommigen zeggen de vier vrekkige landen, die niet willen delen, maar die hebben wel hun economie goed op orde. En dan heb je landen die het veel moeilijker hebben, die nog maar net bekomen zijn van de vorige crisis. Dat zijn meestal de landen in het zuiden van Europa, die nu ook weer door deze crisis, dan vooral Italië, harder getroffen zijn dan anderen. Alhoewel bijvoorbeeld Griekenland deze keer helemaal niet hard is getroffen, terwijl Italië en Spanje des te meer. Wel, die landen die dus heel wat harder getroffen zijn, ook economisch, die krijgen dan te horen dat er geen solidariteit zal zijn namens de landen die het beter doen. Daar was ook Duitsland bij in het begin. Nederland, Scandinavische landen, Oostenrijk ook trouwens. Dus dat gevoel bij de Italianen is natuurlijk, waarom zouden wij nog geloven in dat Europese niveau? Opnieuw alles een beetje door elkaar haspelend, want dat heeft niet met de commissie of parlement te maken of de Unie als dusdanig. Maar dus het gevoel bij de Italianen, of de populariteit van de Europese Unie heeft daar een flinke duik door gekregen. Dus in de peilingen heeft men gezien dat het geloof van de Italianen in de Europese Unie fel naar beneden is gegaan. Nu,
Dat was zoveel weken geleden. Ondertussen zijn we wel al een stapje verder en zitten we al met noodhulp en een relanceplan. Heeft Duitsland een bocht van 180 graden gemaakt, heeft zich losgemaakt van landen zoals Nederland en heeft gezegd, wij gaan wel voor een op, min of meer op solidariteit gebaseerde relance steun. We gaan daar zo dadelijk nog wel op terugkomen, veronderstel ik. Waardoor die solidariteit toch blijkt wel aanwezig te zijn. En ik ging nog zeggen waarom dat zo belangrijk is. Dat is omdat we een eengemaakte markt hebben. Dat betekent dat al onze producten die wij hier produceren, uit Vlaanderen bijvoorbeeld, dat is een interessant cijfer om te kennen, 70% exporteren wij naar andere lidstaten in de Europese Unie. Onder andere naar Spanje en Italië. Dus als die landen het heel moeilijk hebben economisch, dan gaan zij onze producten ook niet meer afnemen. Dan gaan wij dat economisch ook voelen. En dat is net hetzelfde voor landen zoals Nederland en Duitsland. Dus in een eengemaakte markt is het een illusie om te denken dat als één of meerdere lidstaten het economisch heel lastig gaan krijgen, dat de landen die het goed hebben, dat die dat niet gaan voelen. Die gaan daardoor meegesleurd worden. Dus die hebben er alle belang bij om die zwakkere landen te ondersteunen, want zo zorgen ze voor hun eigen afzetmarkt. Wij zijn één grote, eengemaakte markt en dat is iets wat veel mensen vergeten. Het heeft dus totaal geen zin om te zeggen, we gaan onze grenzen sluiten en we gaan ons plan trekken. Wat gaan wij dan doen met onze export in Vlaanderen? Opnieuw 70% gaat naar andere lidstaten in Europa. Ja. Ja, je hebt het al een beetje vermeld. Hè. Dus hoewel Europa vernoemd was als groot afwezigen bij het begin van de crisis, proberen ze nu wel een leidende rol te spelen in het herstel. Hè. Dus, de tandem Frankrijk-Duitsland heeft zich daar ook voor uitgesproken. Er is een voorstel van de Europese Commissie voor een herstelfonds in de meerjarenbegroting voor meer dan 57 miljard. Maar je hebt het al vermeld, dat moet nog wel door de lidstaten goedgekeurd worden. En dan zien we opnieuw die kloof, die meningsverschillen ontstaan tussen de zuinige landen, de noordelijke landen en de Zuid-Europese landen. Dus wat denkt u? Gaat men tot een akkoord kunnen komen? En wat als er geen akkoord is? Ja, misschien, maar we zijn eigenlijk een stapje overgeslaan. Voordat dat is nu het allerlaatste inderdaad, dat is aangekondigd. Een goede week geleden, of iets meer dan een week geleden. Maar daarvoor had de Europese Commissie al 540 miljard euro steun aangekondigd. Onder andere 100 miljard bijvoorbeeld om werknemers te ondersteunen die in tijdelijke werkloosheid terechtgekomen zijn. Veel lidstaten hebben geen systeem van tijdelijke werkloosheid, zoals wij dat wel hebben. Dus 100 miljard dat de Europese Commissie vrijgemaakt heeft. Leningen via de Europese Investeringsbank, die een garantiefonds heeft opgericht. En dan rechtstreekse financiering voor de lidstaten. Alles samen onder het stabiliteitsmechanisme 240 miljard. Dus alles samen 540 miljard. Dus dat is eigenlijk al een hele grote som die voor de onmiddellijke nood te lenigen, de bedrijven... Ja, daar is een akkoord over. Daar was een akkoord over, absoluut. Ja. Wat er nu komt, is, of wat nu op tafel is gelegd, was natuurlijk nadat de lidstaten er niet uitgekomen waren. Hè. Charles Michel heeft al een paar pogingen gedaan en was telkens van een kale reis teruggekomen. Dan hebben Merkel en Macron een voorstel gedaan om 500 miljard euro extra te voorzien. En dan heeft de commissie, en ze hebben dan aan de commissie ook overgelaten om dat uit te werken. En de commissie, denk ik, heeft een heel slim voorstel op tafel gelegd. Ze hebben gezegd, kijk, we gaan 750 miljard euro toevoegen aan de meerjarenbegroting, die al 1100 miljard euro bedraagt voor 7 jaar. Laat dat, want dat zijn grote bedragen. Dat is peanuts in vergelijking met de begrotingen van de lidstaten. Dus 1% van het Europese BVP is eigenlijk de Europese begroting. Dus hoe groot dat bedrag ook klinkt, uiteindelijk is dat relatief weinig voor de Europese Unie as such. Maar dus naast de begroting, 1100 miljard euro op 7 jaar, gaan ze 750 miljard extra vrijmaken en dus besteden aan lidstaten, aan regio's en aan sectoren die het moeilijk hebben en die dus die economische ondersteuning nodig hebben in de komende maanden tot jaren, zeg maar. En ze gaan dat doen met 2/3 giften,
subsidies en 1/3 leningen. En daar ging eigenlijk de discussie over, bijvoorbeeld met Nederland, die zei, wij willen wel steun verlenen, maar dat moeten leningen zijn, die moeten terugbetaald worden en daar moeten voorwaarden aan gekoppeld worden. En herinner u de voorwaarden 10 jaar geleden, bijvoorbeeld die men Griekenland heeft opgelegd, dat was draconisch. Hè? Dat was echt verschrikkelijk. Griekenland werd meteen teruggebracht tot de status van een derde wereldland. Hè? Toen Hans zijn sociale zekerheidssysteem en zijn gezondheidszorg is zo wat ontmanteld toen. Dus men wou voorwaarden opleggen die terug zeer harde besparingen zouden zijn, terwijl we nu te maken hebben met een virus waar niemand schuld aan heeft. Toen kon je nog zeggen, ja, Griekenland, oké, ze hadden hun zaken niet al te goed geregeld, dat moest gesaneerd worden. Maar nu, het is niet dat Italië het zo slecht doet. Dat is niet zo. Dus een land straffen en bijkomende hervormingsvoorwaarden opleggen, omdat ze het slachtoffer geweest zijn van een virale infectie, dat is toch voor velen een beetje onrechtvaardig. Dus die 750 miljard zal nu voor 500 miljard bestaan uit subsidies en 250 miljard uit leningen. En subsidies betekent echt wel giften. Hè? Dat betekent dat ze uit de Europese pot komen. En dat is wel een vorm van solidariteit natuurlijk, want die pot wordt gevuld door alle lidstaten samen. Dus daar ligt dan toch wel het overgewicht terug aan de kant van solidariteit. Ik denk dat dat een belangrijk signaal is, onder andere naar een land zoals Italië. Een tweede element dat heel belangrijk is, door het in te schrijven in de begroting, komt het ook onder parlementaire controle. Dat is voor ons wel belangrijk, want anders wordt het de Europese Commissie of de lidstaten die geld gaan uitdelen, ja, zonder enige transparantie, zonder enige controle. Parlementaire controle betekent dat wij, de vertegenwoordigers van het volk, zeg maar, toezicht kunnen hebben op waar die middelen naartoe gaan, voor wat ze moeten dienen. En wij kunnen ook zeggen, we zijn niet akkoord. Hè? We kunnen dat dus ook tegengaan. Dus dat is bijzonder, bijzonder belangrijk. Nu, waar knelt het schoentje? En dat heb je er net gezegd. Ja, dat is een voorstel van de commissie. Het is minder dan wat het parlement zou gewild hebben. Wij hadden een hoger bedrag berekend wat zou nodig zijn om ons uit die crisis te halen. Maar mogelijk is het meer dan wat de lidstaten bereid zullen zijn om toe te voegen aan de begroting. Want over de meerjarenbegroting en dus de bijdrage die lidstaten moeten geven aan het budget van de Europese Unie, wordt er iedere keer hard onderhandeld. Elke eurocent wordt in twee gebeten, zeg maar, omdat de lidstaten niet graag geld geven opnieuw aan dat Europese niveau, die dan voor een aantal als een soort superstaat wordt beschouwd, die dan met dat geld allerlei dingen gaan doen waar de lidstaten geen controle over hebben. Dus dat ligt zeer gevoelig. En dus daar nu nog eens 750 miljard aan toevoegen, daar zal hard over onderhandeld worden. Macron en Merkel hadden het over 500 miljard. Dus het zou best kunnen dat we landen tussen de 500 en de 750 miljard. Voor het parlement zal dat te weinig zijn, want zonder middelen kun je ook niet veel doen natuurlijk. Voor de lidstaten zal dat nog een evenwicht zijn, dat moet gezocht worden. Persoonlijk hoop ik, denk ik, door het feit dat Duitsland 180 graden gekeerd is, en dat Frankrijk-Duitsland is toch wel een belangrijke as in de besluitvorming in de Europese Raad, hoop ik, denk ik, dat er wel kans is dat dat er doorkomt. Men zal nog misschien hier en daar een beetje moeten masseren voor die landen die wat moeilijk zullen doen. Ik denk aan Nederland of Oostenrijk of Denemarken. Het zou wel kunnen dat er nog wat toegevingen worden gedaan hier of daar en dat daar wat scherpe kantjes afgeveild worden. Maar ik heb echt wel de hoop dat we nu toch komen tot een akkoord. En ook voor die begroting zelf, want ja, die gaat in vanaf 1 januari 2021. Dus we hebben niet zoveel tijd meer om die te gaan goedkeuren. Straks is het reces, hè, dus grote vakantie, zeg maar. En daarna is het jaar bijna voorbij. Dus we hebben echt heel weinig tijd om die onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Maar ik ben eigenlijk toch wel voorzichtig optimistisch. Oké, laten we het daarop houden en hopen dat u daarin gelijk krijgt dan. Hè. Dus nu is het al corona wat de klok slaat, maar ondertussen tikt op de achtergrond de klok verder voor een andere mondiale crisis, de klimaatcrisis. In december had de Europese Commissie daar nog een ambitieus plan voor voorgesteld, de Green Deal, om tegen 2050 de CO2-uitstoot in Europa naar nul te brengen. Er was toen al heel wat discussie over, daar was zeker geen overeenstemming voor. En nu met de coronacrisis er opnieuw discussie of dat deze Green Deal nu ook de leidraad moet vormen voor het economisch herstel.
als lid van een groene partij ben ik natuurlijk voorstander van deze visie, maar wat zijn de krachtverhoudingen tussen verschillende visies in Europa hierover? Welke visie gaat het halen, denkt u? Ja, wel, ik ga u misschien verwonderen, maar in Europa zal die Green Deal dat zeker halen. En ik zeg echt wel zeker waarom. Het is een zeer belangrijk agendapunt van de Europese Commissie. De Europese Commissie, die toch uit alle lidstaten komen, onze commissarissen. Er is een grote meerderheid in het Europees Parlement. En op dit moment, van de 27 lidstaten, zijn er 20 die zich al publiekelijk uitgesproken hebben voor een green recovery. Dat betekent een groen herstelbeleid. Dat betekent eigenlijk dat het herstelbeleid moet gebruik maken of moet gebaseerd zijn op de plannen van de Green Deal. Er is natuurlijk heel veel logica voor om dat te doen. Ik kom daar zo dadelijk toe. Waarom stelt je de vraag en waarom zeg je van dat ligt precies toch moeilijk? Wel, dat is omdat België een van die andere landen is die zich daar niet publiek voor uitgesproken heeft. En waarom? Omdat vooral in Vlaanderen zo is dat de grootste partij in Vlaanderen daar niet voor staat te springen en zegt van dit is een investering of dit is een pad dat wij eigenlijk niet willen uitgaan. U weet dat er al voor de coronacrisis aanvaringen geweest zijn, zeg maar, tussen de klimaatambitie van Vlaanderen en daardoor België, want door Vlaanderen kan België zich nooit uitspreken of moet het zich onthouden op internationaal vlak. Dat zijn afspraken. Als Vlaanderen, als de gewesten niet op dezelfde golflengte zitten, dan is dat een onthouding namens ons land. Dus het is al langer gaande natuurlijk dat Vlaanderen een moeilijke leerling in de klas is ten opzichte van al onze buurlanden trouwens en heel veel anderen. Wij zitten in de klas samen met Hongarije, Polen, Letland en zo nog een paar landen die bijvoorbeeld nog zeer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Denk aan steenkool. In Polen is de industrie draait daar nog volledig op steenkool. Dus dat ze daar problemen hebben met die doelstellingen om koolstofneutraal te zijn in 2050 en zich realiseren dat dit een moeilijke transitie zou kunnen zijn. Daar kan je nog begrip voor opbrengen. Voor Vlaanderen is dat heel wat moeilijker om dat te begrijpen. Wij zouden eigenlijk moeten vooraan staan, want we hebben innovatie in huis. We hebben ongelooflijk veel research en technologische ontwikkeling om in Europa het voortouw te nemen op vlak van bijvoorbeeld hernieuwbare energie enzovoort, om die omslag te maken. Maar het politiek klimaat is er bij ons niet. Maar dus in de rest van Europa wel. En echt met grote meerderheden, zowel op niveau van de lidstaten als in de Europese Commissie en nog meer het Europees Parlement. En ik moet u eerlijk zeggen, ook het bedrijfsleven, hè, dat is ook in Vlaanderen trouwens, zeer duidelijk dat het bedrijfsleven ook wel begrijpt dat ze zich moeten richten op de toekomst en als ze nu gaan investeren, dat ze moeten investeren voor de komende 20 jaar, want dat zijn de investeringscycli in de industrie en dus niet moeten terugkeren naar technologieën van het verleden. En dat is een analogie die we graag maken. Dus door de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan kun je eigenlijk zeggen dat ons huis in brand staat en afbrandt. En dan is de vraag, we moeten het huis opnieuw opbouwen. Ja, dan gaan we dat niet doen met de materialen van 20, 30 jaar geleden. We gaan dat doen met het oog op de toekomst, met de duurzaamheid die in de toekomst nodig zal zijn. En dus met de klimaatneutraliteit voor ogen, hernieuwbare, duurzame energie enzovoort. En dus die omslag moet uiteraard nu de basis van het herstelbeleid zijn. Het heeft geen enkele zin om nu nog te gaan investeren in de technologieën van het verleden. Maar opnieuw, dit is absoluut de wens van de Europese Commissie. Ik zeg alleen maar landen zoals Polen, die doen moeilijk en die zeggen ja, maar we hebben nu een economisch probleem, we gaan nu toch niet investeren in die Green Deal, die klimaatverandering. Dat kan even wachten. Ja, in alle eerlijkheid, die kan natuurlijk niet wachten. Hè? Die gaat niet wachten tot onze economie binnen 2-3 jaar er weer bovenop is. Als u weet wat de Parijsakkoorden hebben afgesproken en ook wat het rapport van het IPCC heeft gesteld, namelijk dat we exact 10 jaar hebben om onder die 1,5 graad te blijven en dus misschien dan te stabiliseren. Wel, ja, die 10 jaar, die lopen eigenlijk al 2 jaar, want dat rapport is al 2 jaar oud. Dus we kunnen niet nog 2-3 jaar wachten. Dat klimaatplan, die klimaatwet die de commissie heeft beloofd, die moet er zo rap mogelijk komen. En daar, de plannen van de commissie, daar heb je het over gehad. Daar vinden wij als Groenen, maar ook als parlement, hè? Dus wij, de Groenen, zijn op dat punt natuurlijk de
de drijvende factoren, de drijvende factor in het parlement. Maar het Franse parlement is ambitieuzer dan wat de commissie zal voorstellen. Om u een cijfer te noemen, de commissie zegt dat we tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn en in 2030 dat we waarschijnlijk naar 50-55% CO2-reductie zullen gaan. Dat ligt nog niet vast. Ze hebben dat nog niet beslist. Er komt nog een impact assessment, dus een impactstudie. Tot nu toe is het min 40%. En herinner u, Vlaanderen komt aan, ja, nog niet eens aan min 30%. Maar alle klimaatexperten zijn het erover eens dat we waarschijnlijk naar min 65% moeten gaan in 2030. En dat we niet naar klimaatneutraliteit in 2050 moeten gaan, maar misschien al in 2040. Dus we gaan veel sneller moeten gaan dan wat we eigenlijk nu op tafel liggen hebben. En dat zal uiteraard, ja, het politieke debat zijn, de politieke strijd, zeg maar, die we in de komende maanden gaan moeten voeren om onze ambitie hoog genoeg te leggen en iedereen mee te hebben. Uiteraard, het moet een plan zijn waar de industrie in mee is, waar geen jobs verloren gaan, maar jobs gecreëerd worden. Met die groene transitie kunnen we jobs creëren. Dat is door heel veel studies al lang aangetoond, dat die economische omslag, dat die eigenlijk winst moet opleveren, ook op vlak van jobcreatie. En we hebben natuurlijk ook het Franse sociale aspect dat we moeten meenemen, zodanig dat mensen niet achterblijven. Of anders krijgen we het fenomeen van de hele hesjes in Frankrijk van een paar jaar terug, waarbij men gezegd heeft, we gaan de brandstofprijs opdrijven, maar het zijn net diegenen die het nu al niet kunnen betalen, die daar de rekening van zouden moeten krijgen. Dat gaat natuurlijk niet, dan komen die mensen in opstand. Dus het moet ook een sociaal plan zijn. Het zal niet het een of het ander zijn, het zal het allebei moeten zijn, of het zal anders gewoon echt niet kunnen plaatsvinden. Maar de geesten zitten allemaal wel in dezelfde richting, moet ik zeggen, op Europees niveau. Zelfs de bedrijven, ik praat als voorzitter van de Interne Marktcommissie heel vaak met bedrijfsleiders of met Europese koepels van sectoren. En je ziet dat die al lang verder denken dan wij. Die vragen, geef ons de heldere regelgevende kaders, geef ons de wetgeving, zodat wij weten hoe dan onze investeringen kunnen gaan plannen. Het laatste wat zij willen, dat is dat de politici geen beslissingen nemen en dat ze dralen en dat ze zeggen, we weten het niet en we gaan nog wachten enzovoort. En dat is een beetje het verhaal van de kernuitstap in België bijvoorbeeld. De industrie zou veel liever hebben dat de knoop doorgehakt wordt en dat zij weten waar dat ze zich kunnen aan houden voor de komende jaren. Maar dat uitstel en dat dralen, zoals het nu gebeurt, daar hebben zij ook geen boodschap aan. Ja. Ja, we hebben al gesproken over het economisch herstel na deze crisis, maar we zitten natuurlijk nog altijd met een gezondheidscrisis, zolang dat het coronavirus er is. En het is er nog altijd. We zijn nu wel in de staart van de curve, maar er is sprake van misschien wel een tweede golf in het najaar. In andere continenten waart het nog volop rond intussen. Dus de vraag is een beetje, hoe geraken we uit deze gezondheidscrisis en er wordt volop hoop gesteld op een vaccin. Is dat ook uw visie? En zo ja, onder welke voorwaarden dan? Ja, daar wil ik graag toch een positief verhaal bij brengen. Daar heeft Europa tot nu toe al heel veel werk verzet. Dat komt bij ons niet zoveel in de kranten. Maar op vlak van het gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld het Europees Crisiscentrum, het ECDC, zeg maar, de richtlijnen uitvaardigt om met de crisis om te gaan. Dat heeft gewerkt. Dat heeft eigenlijk vrij snel gewerkt. Je kunt altijd zeggen, niet snel genoeg. En ze hebben het in het begin ook wel wat onderschat. En dat is natuurlijk zo. We hebben het allemaal ontkend. Hè. We hebben allemaal gedacht van, het is maar een griepje. Hè. Maar ondertussen, enfin, we wisten al heel snel, begin maart al, of eind februari, wat er op ons afkwam. En daar heeft Europa heel veel werk verzet, toch wel. Op vlak van coördinatie van gezondheid, op het gezondheidsniveau zelf. Coördinatie, want ze hebben dus opnieuw geen rechtstreekse bevoegdheid. Maar ze hebben geld gegeven voor onderzoek naar vaccins, van in het begin. En ze hebben bijvoorbeeld een maand geleden een hele grote donorconferentie georganiseerd. Als u dat nog herinnert, op 4 mei was dat, een internationale donorconferentie, waar dat er ondertussen bijna 10 miljard euro is ingezameld om inderdaad te gaan investeren in de ontwikkeling van geneesmiddelen en ook vooral vaccins in het meervoud, moet ik zeggen. Want je weet ondertussen dat men probeert
moet ik zeggen, niet al zijn eieren in één mand te leggen, maar op verschillende vaccins te gaan inzetten in de hoop dat er dan wel ergens één efficiënt zal zijn. Ja, ik denk ook wel, als we ooit dromen van terugkeren naar een volledig normaal leven, dat dat alleen maar zal kunnen als een heel hoog percentage van de bevolking antistoffen heeft en dus beschermd is tegen het virus. En dat zal dus niet gaan op natuurlijke wijze. We zitten nu nog maar aan 6 of 7% in onze bevolking. Dat zal alleen maar gaan naar vaccinatie. En dat is natuurlijk ook, zoals we bij griep elk jaar meemaken, dat is iets wat efficiënt de bevolking zal kunnen beschermen. Hoe lang het nog zal duren, geen idee. Sommigen zeggen, of hebben verteld tegen het eind van het jaar dat er al een vaccin zou zijn. Dat zou me heel erg verwonderen als je weet dat het gemiddelde vaccin, dat het 5 jaar duurt om dat te ontwikkelen. Stel dat je het kan terugbrengen tot 2 jaar, dan zal dat al een ongelooflijke prestatie zijn. Of 1,5 jaar. Maar dan praten we nog altijd over zomer 2021 of najaar 2021. Dus tegen dat het echt voor iedereen beschikbaar zal zijn, eventueel zullen we waarschijnlijk een jaar verder, nu nog altijd een jaar verder zijn. Nu, waar heel veel over te doen geweest is... Ja, voor wie gaat dat vaccin dan zijn? Met welk geld gaat dat bekostigd worden? Herinner u ook, president Trump heeft zo een bedrijf in Duitsland willen opkopen om het vaccin naar Amerika te brengen en alleen maar voor Amerikanen. In Europa heeft men van in het begin gezegd, als wij gaan investeren in de ontwikkeling van een vaccin, dan willen wij dat het breed beschikbaar is voor iedereen. Dat betekent ook voor bijvoorbeeld landen in het zuiden die het moeilijker hebben om anders aan zo'n vaccin te geraken. Dus dat is heel duidelijk en verschillende keren herhaald ook door de Europese Commissie, door mevrouw von der Leyen. Dus dat is echt wel om heel duidelijk te maken van wij gaan dat niet doen zoals de Amerikanen. En eigenlijk is het op dat niveau, op die donorconferentie op 4 mei toch een mooi moment geweest waar Europa een klein beetje leiderschap heeft geclaimd. De Verenigde Staten waren volledig afwezig op die donorconferentie. Dus daar heeft Europa echt wel kunnen initiatief nemen. Hoe het zal aflopen en ja, of dat vaccin beschikbaar zal zijn, of daar exclusiviteit rond zal zijn. Dat betekent dat een bepaald bedrijf een patent heeft en het niet gaat delen. Dat zal nog moeten afhangen. Persoonlijk had ik wat liever gezien dat de Europese Commissie zou gezegd hebben aan de bedrijven die het vaccin gaan ontwikkelen van kijk, je krijgt hier van ons heel veel publieke middelen, hè, publieke middelen voor een groot stuk. Ja, dan verwachten wij wel ook een publieke return. Dat betekent dat het vaccin dat het niet mag afgeschermd worden door een patent waardoor we er niet aan kunnen. Nu, de firma's hebben gezegd, we beloven dat, maar dat is niet bindend, dat is een belofte. We hadden dat graag hard op papier gezien. Anderzijds kan ik me voorstellen dat het voor een firma die dit vaccin voor het eerst op de markt brengt, natuurlijk zodanige publiciteit is. En ze gaan er ook zodanig veel van verkopen dat het waarschijnlijk niet zo'n duur vaccin zal zijn. Het zal goedkoop zijn, het zal beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Maar als je er natuurlijk 2 miljard kunt van verkopen wereldwijd, dan heb je natuurlijk als bedrijf ook een goede zaak gedaan. Dus ik denk dat het een beetje in die richting zal uitgaan. Maar daar, op dat punt, opnieuw ben ik zeer positief. Daar denk ik dat Europa wel degelijk leiderschap heeft getoond en aan het tonen is. En vooral de intentie om dat te delen met andere landen in de wereld die het wat moeilijker hebben, dat is iets wat Europa dan toch onderscheidt van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar president Trump eigenlijk net de omgekeerde boodschap de wereld heeft ingestuurd. Ja, u zegt van ja, als er een vaccin is, die vaccinatiegraad zal belangrijk zijn. Er circuleert nogthans wel wat bericht in sociale media, waardoor blijkt dat mensen wel angst hebben, ook rond zo'n vaccin wat wel veilig is. Of de push naar vaccinatie die vanuit winstbejag gebeurt. Wat is uw antwoord op mensen die van daaruit van die berichten beginnen te twijfelen? Of hoe moeten we daarmee omgaan in media? Ja. Wel, ik ben zelf iemand die doorgaans vrij kritisch is ten opzichte van de farmaceutische industrie. Ik steek dat niet weg. Ik heb daar al publiek veel uitspraken over gedaan. Ik zie de farmaceutische industrie als partners. We hebben ze nodig. Ze ontwikkelen onze medicamenten. Maar we moeten ze goed omkaderen. Daarmee bedoel ik met regels die duidelijk zijn.
Want zij zijn natuurlijk bedrijven die winst willen maken voor hun aandeelhouders. Dat mag gezegd worden, denk ik. Het zijn geen filantropische instituten. Dat is zeker zo. Maar voor vaccins, en dat is misschien een ander onderwerp natuurlijk dan de coronacrisis op zich, maar het heeft er wel mee te maken. Als je een vaccin bekijkt, dan vaccineer je jezelf om anderen te beschermen. En dat vind ik een belangrijk element in de discussie. Dus zijn er aan bepaalde vaccins mogelijk risico's verbonden, gezondheidsproblemen? Er circuleert van alles, waarschijnlijk heel veel fake news. Hè? Dat komt dan ook regelmatig naar boven. Misschien dat de industrie ons ook niet altijd alles vertelt. Dat kan ook. Hè? Dat is met medicamenten in het algemeen soms ook wel zo. Maar het is sowieso wel zo dat als je jezelf vaccineert, dan ga je daarmee anderen beschermen. Dus er is een aspect dat je niet hebt bij andere medicatie of bij heel veel andere domeinen. Een aspect van het algemeen belang, volksgezondheid, ten opzichte van je individueel belang. Dus ouders die bijvoorbeeld zeggen, ik ga mijn kinderen niet vaccineren, want ik ben ongerust over de effecten van vaccins. Je zou kunnen zeggen, dat is hun goed recht. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, omdat ze daardoor anderen in gevaar brengen. En dat is voor mij de grens. Dat is een ethische discussie. Over het coronavaccin ben ik het er wel mee eens dat we dat niet op de markt moeten gooien. Dat is de reden waarom ik een beetje kritisch ben als men zegt, ja, binnen 3-4 maanden, september, oktober, hebben we een vaccin. Dan weet ik niet in welke mate het voldoende getest zal zijn, niet alleen naar efficiëntie, maar ook naar veiligheid. Dus dat is natuurlijk wel een heel belangrijk aspect bij het ontwikkelen van een vaccin. Het is onverantwoord om een vaccin de wereld in te sturen dat niet onvoldoende getest is op veiligheid. Naast efficiëntie is veiligheid zeer belangrijk. Dus we gaan daarop moeten toezien dat alle maatregelen of alle zorgvuldigheidsmaatregelen die normaal ingebouwd zijn bij de ontwikkeling van een geneesmiddel, ook een vaccin, dat die gevolgd worden. En dat is iets waar wij als Groenen dan ook zeer kritisch naar kijken. Bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft al aangekondigd dat zij spoedprocedures gaan voorzien om alles eigenlijk een beetje te versnellen. En oké, als dat met behoud van kwaliteit en met dezelfde standaarden en de veiligheidsstandaarden is die men anders toepast, dan mag het van mij versneld worden. Maar als dat betekent dat men de lat lager gaat leggen op wat betreft de veiligheid, dan denk ik dat dat niet kan. Dus we gaan daar heel, heel voorzichtig en kritisch naar moeten kijken. Okay. Anderzijds, als het gaat om het beschermen van een bevolking en het voorkomen van heel veel slachtoffers van deze pandemie, dat is natuurlijk de afweging aan de andere kant. Dus je moet daar altijd weer de balans van opmaken. Oké. Ik ben bijna door mijn vragen. Misschien toch nog even vermelden, als jullie zelf een vraag hebben voor Peter, kan je die best nu al in de chat sturen naar Fabienne. Want Fabienne gaat zo meteen mensen het woord geven voor hun vraag te stellen dan. Maar ik had nog een laatste vraag. Dat was een vraag die ik Marleen Temmerman, waarmee we vorige week in gesprek wel beloofd had om aan u ook voor te leggen van, zij had wel een hoop in dat Europa zou kunnen de lead nemen om een mondiale samenwerking, internationale samenwerking rond gezondheidszorg te versterken, als dat daar een opportuniteit kon zijn deze crisis, om daar meer over na te denken. Hoe ziet u dat? Ja, ik heb eigenlijk toen ik daarnet over de donorconferentie de funding van eventuele ontwikkeling van vaccin-geneesmiddelen, heb ik daar eigenlijk een beetje op gealludeerd. Daar heeft Europa leiderschap getoond, wereldleiderschap. U weet dat de Verenigde Staten zich ook afkeren van de Wereldgezondheidsorganisatie, een organisatie waar Marleen voor gewerkt heeft trouwens, zoals je wel weet. Dus dat zijn zeker opportuniteiten, als ik het zo mag uitdrukken, voor Europa om daar leiderschap te nemen op vlak van crisismanagement, op vlak van volksgezondheid. Of ze het gaan kunnen doen en of ze het gaan volhouden, dat weet ik niet. Maar het lijkt toch wel alsof ze dat echt wel van plan zijn. Hun link met Afrika is om vele redenen belangrijk. Daar kijkt Europa al langer naar. Hè. Dat is niet alleen omwille van deze crisis. Het is evident dat Afrika bijzondere ondersteuning zal kunnen gebruiken, want hun gezondheidszorgsystemen zijn uiteraard zeer kwetsbaar. Hè. Dat zal Marleen ook wel verteld hebben.
Ze heeft het mij recent nog gezegd hoeveel bedden, intensieve zorgbedden, dat ze in Kenia hebben ten opzichte van ons. Dat is een tiende voor een bevolking die 5 keer groter is, geloof ik. Hè. Dus die landen die zullen onze steun, onze hulp meer dan nodig hebben. En ik moet ook zeggen, van in het begin van deze crisis heeft Europa ook budget vrijgemaakt om steun te verlenen in de coronacrisis voor Afrikaanse landen. Ik ben het exacte bedrag nu vergeten. Ik heb het nu niet bij de hand. Maar het gaat om tientallen miljoenen euro's die Europa dus voorziet voor steun aan Afrikaanse landen. Op vlak van Wereldgezondheidsorganisatie, waar Amerika zich helemaal van afkeert, ja, zou het misschien zelfs niet slecht zijn dat Europa een klein beetje meer gewicht in de schaal werpt. Zoals ik daarnet zei, omdat we ook wel weten wat de invloed van China is. Daar heeft Trump heel hard op gehamerd. Hij heeft niet 100% ongelijk, vrees ik. Dus die invloed van China in de Wereldgezondheidsorganisatie mag wel wat gecounterd worden, denk ik, door een sterker Europees invloed. Europa is natuurlijk om vele, vele redenen met Afrika bezig. Denk aan migratie, heel veel economische, maar ook andere migranten, dus echte vluchtelingen, komen uit Afrika natuurlijk naar Europa. Het is onze achtertuin, hè, Noord-Afrika. We hebben ook een koloniaal verleden die heel veel links met Europa met zich meebrengt en Afrika. Dus we hebben ook een zekere verantwoordelijkheid ten opzichte van dat continent. Dus ik weet dat er heel veel plannen zijn, ook binnen de Europese Commissie, om een zeer nauwe samenwerking met de Afrikaanse Unie. Er is ook naast een Europese Unie, is er ook een Afrikaanse Unie, die ook een versterkte economische samenwerking bijvoorbeeld inhoudt. Maar ook op vlak van onderzoek en dergelijke. Er zijn hele nauwe banden met de Europese Unie. Ik denk dat dat een heel goed idee is om die verder te versterken. Ook gezien de veranderende geopolitieke verhoudingen in de wereld natuurlijk. Wij zitten met Rusland, we zitten met China, we zitten met de Verenigde Staten, die we niet meer echt, op dit moment toch niet meer echt als een bondgenoot kunnen beschouwen. Dus ik denk dat een sterker Europa ook in de wereld ook betekent een nauwere samenwerking met Afrika, absoluut. Oké, alvast bedankt voor dit tot hiertoe al zeer boeiende gesprek. En dan ga ik over naar mijn collega Fabien, die al een aantal vragen heeft, denk ik. Ja, er is één vraag binnengekomen. Ik geef het woord aan Mirjam. Ja. Hallo. Ik vroeg mij af, bij het besteden van die 750 miljard voor een steunfonds, of er daar ook, of Europa dan ook kijkt naar. Dank u voor die vraag. Ja, er is absoluut een link met de Green Deal. Dus als ik sprak over Green Recovery of een groen herstelplan, dan houdt dat ook eigenlijk voorwaarden in, namelijk dat er effectief steun verleend wordt en geïnvesteerd wordt in die economische takken, die industrie die gericht is op de toekomst en dus niet fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, maar wel de technologieën van de toekomst en ook de energie van de toekomst. Ja, wij willen als groene fractie daar een hoger percentage aan toekennen dan wat de Europese Commissie op dit moment wil. De Europese Commissie wil op dit moment dat binnen de begroting, waar die 750 miljard dus deel van uitmaakt, zoals ik zei, dat 30% daarvan rechtstreeks klimaatneutraliteit bevordert. En heel belangrijk natuurlijk dat de 70% niet net het omgekeerde doet. Hè? Want anders ga je geen stap verder. Wij vinden dat die 30% minstens 50% moet zijn. Maar bon, dat is natuurlijk de politieke druk die wij uitoefenen op de commissie. Dus ja, het is zeker zo. En het is eigenlijk de implementatie of de toepassing van het principe dat die Green Deal de basis moet vormen van dat economisch herstelbeleid. Dat is door daar voorwaarden aan te koppelen van vergroening, van verduurzaming. Dus absoluut. Ja, ja. Goeie vraag. Dank u wel. Oké. Okay. Ellen, maar die er nu in uw uitleg... Niemand nog een vraag? Ik kan anders een handje opsteken in de chat of... Ik dacht dat je ze ging zeggen, Janusz, ik kan anders een handje helpen om nog wat vragen te stellen. Hè? Er is iemand die... Becky? Ja, dank u wel. Ja, oké. Het is niet helemaal duidelijk of we het woord krijgen of niet. Eerst en vooral, dank u wel, als ik Petra mag zeggen, voor de
Dat is een zeer goede vraag, waar wij natuurlijk ook politiek kwetsbaar door zijn. Ik moet daar geen tekeningsje bij maken. Als het gaat over de lage emissiezones, dan wordt daar wel een keer wat discussie over gevoerd natuurlijk, of dat wel een sociale maatregel is. En eigenlijk, en dat is nu mijn persoonlijk standpunt, ik ben niet betrokken bij de politieke beslissingen op federaal of Vlaams niveau. Ik zit in het Europees Parlement. Maar wat mij betreft, alle maatregelen waar we het over eens zijn, die dus moeten bijdragen tot een gezonder milieu, tot betere beter klimaatbeleid enzovoort, al die maatregelen moeten voor mij sociaal rechtvaardig zijn. En als ze dat niet zijn, daarmee bedoel ik, omdat ze bijvoorbeeld mensen in de problemen brengen, dan gaan ze niet werken, daarmee bedoel ik, dan gaan we daar ook geen draagvlak voor krijgen, ook niet politiek. Dat is exact wat er gebeurt. En ik heb de gele hesjes als voorbeeld gegeven. Ik ga een ander voorbeeld geven. Ik ben grote voorstander voor, en dat heeft te maken met mijn persoonlijke interesse in dat onderwerp en waarom ik eigenlijk in de politiek gegaan ben, het effect van milieu op gezondheid, hormoonverstoorders, pesticiden. Dat is voor mij een zeer belangrijk domein, zeg maar, waar ik ook politiek mee bezig ben. Maar goed, ga eens alleen maar biologische groenten en fruit kopen, Hanse Dagen. En kijk dan eens op het einde van de maand wat het u gekost heeft. En wat ongezonde voeding, en dat is niet alleen voor groenten en fruit dat bespoten is met pesticiden, maar dat gaat over alles wat veel vet en suiker bevat, is gewoon veel goedkoper dan gezonde voeding. Dat is een mooi voorbeeld van hoe dat je kunt zeggen, ja, oké, ik wil gezond leven en ik ga aandacht besteden aan die zaken, maar het kost mij twee keer zoveel geld als iemand die dat dan niet doet. Dat is de wereld op zijn kop. Ik denk dat de overheid er alles moet aan doen om net gezonde voeding te subsidiëren en ongezonde voeding duurder te maken. Hoe dat je dat doet van vandaag op morgen, dat is een ander verhaal. Hè? En ja, pin mij nu niet vast op wat ik je nu vanavond zeg. Maar eigenlijk is dat we moeten doen, zodanig dat we niet diegenen die inderdaad het financieel wat moeilijker hebben, onmogelijk maken om gezond te leven, om in een gezonde omgeving te wonen. Hè. We weten bijvoorbeeld ook, als we het over fijn stof hebben, dat het net die mensen zijn die wonen vlak naast de meest ongezonde wegen waar de hoogste fijnstofconcentraties zijn, die daar het goedkoopst gaan wonen natuurlijk. Hè. Eigenlijk zijn dat allemaal maatregelen die moeten gecorrigeerd worden als we het als overheid menen om gezondheid, een veilig leefmilieu en een gezond leefmilieu en ook klimaatbeleid ernstig te nemen. Dat is niet gemakkelijk en we doen dat te weinig. Als je het aan mij vraagt, daar falen we als overheid, als politieke partijen die daarop inzetten, nog veel te veel. Wij moeten bij elke maatregel waarvan wij denken van dit is goed voor het milieu, dit is goed voor de volksgezondheid enzovoort, nadenken over wat zijn de sociale gevolgen en waar moeten we corrigeren. En misschien doen we dat te weinig. Maar goed, alleen mijn partij is ook niet, zit ook niet nationaal in de meerderheid enzovoort. En heeft ook niet misschien altijd de mogelijkheden om dat te doen. En lokaal kun je het ook niet allemaal regelen natuurlijk. Maar misschien moeten we daar meer mee bezig zijn dan wat we vandaag doen. En rekening houden met de sociale aspecten van alle maatregelen die we waarschijnlijk goed bedoelend en waar we allemaal achter staan, nemen. Maar waar dat een sociale correctie voor nodig is. En dat is eigenlijk, denk ik, de essentie van uw vraag. Ik geef u daar 100% gelijk. Ja. Gemaakt een mondmasker draag je om anderen te beschermen. Mm. Niet om jezelf te beschermen. Tenzij dat het gaat om medische kwaliteit maskers, daar is het anders. Maar de gewone maskers die wij nu dragen op straat, op het openbaar vervoer, die dienen ervoor om, als je zelf besmet bent en het virus verspreidt, dan ga je dat wat minder verspreiden als je een masker draagt. Dus jij draagt een masker om anderen te beschermen. Omgekeerd, mensen die geen masker dragen, en die zeggen, oh, er kan mij niks overkomen, trek het mij niet aan, eigenlijk denken die alleen aan zichzelf, want ze moeten dat masker dragen om anderen te beschermen. Ze moeten niet zeggen, wow, ik heb het niet nodig, want ik ben stoer en mij kan er niks overkomen. Nee, je moet dat doen om anderen te beschermen. Dat is heel moeilijk, hoor, want ja, het zit zo in de menselijke natuur ingebakken natuurlijk. En altruïsme of het algemeen belang zijn begrippen die ook misschien niet meer zo populair zijn als ze ooit waren. Ik weet het niet. Ze zijn heel, heel moeilijk om te verkopen. Want mensen zullen dan misschien zeggen, ja, ik begrijp het. Maar als puntje bij paaltje komt,
gaat men toch zelf in de rij gaan staan voor dat wc-papier, hoor, om niet zonder te vallen. Hè? Dat is wat we in het begin van de crisis hebben gezien. En natuurlijk grappig om dat zo voor te stellen. Maar op alle niveaus is dat de menselijke psychologie. En het vraagt een inspanning om je daarover te zetten en te denken van, ben ik wel goed bezig en waarom doe ik dat eigenlijk? En misschien moet ik het anders doen voor de anderen, niet voor mezelf. Oké. Ik heb een probleem met mazoet, maar mijn ketel is aan vernieuwing toe. Het lag voor de hand dat ik op gas ging overschakelen, maar als ik hoor dat op dit moment verwarming op gas in Nederland wordt afgeraden, dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat het wel ingewikkeld wordt en dat ik niet meer weet hoe of wat te doen. Mijn huis is te oud, 50 jaar, om over te schakelen op een warmtepomp. Dus ergens lijkt me gas de enige praktische mogelijkheid. Graag de mening van mevrouw De Sutter, die ik trouwens wil bedanken om haar visie rond inentingen met ons te delen. Voilà, bij deze. Ja, dankjewel Elsie voor deze vraag. Maar ik moet nu even zeggen dat ik dat geen evidente vraag vind, omdat dat natuurlijk niet is waar ik mee bezig ben. Zowel gas als mazoet zijn fossiele brandstoffen natuurlijk. Maar ik begrijp wel dat je ergens een keuze moet maken. Ik denk dat er, los van of het nu mazoet of gas is, zeer performante ketels, verwarmingsketels bestaan. Die mogelijk een heel hoog rendement geven en weinig verbruik, waarmee je dan beter bent dan met een oude ketel die natuurlijk veel verbruikt. Ook de isolatie van je huis zal ertoe doen. Ik denk dat het interessant kan zijn om professioneel advies in te winnen bij iemand die eens komt kijken hoe je huis geïsoleerd is en welke voor jou de beste verwarmingsmanier zou kunnen zijn, of dat nu gas of mazoet is. Ja, mazoet is zeker nog polluerender, maar ik denk dat dat afhankelijk is van het type installatie, van je huis zelf, hoe het geïsoleerd is. En ik weet bijvoorbeeld, dat is ook omdat ik zelf in de gemeenteraad zit in mijn gemeente, dus ik doe ook nog een beetje aan lokale politiek, er bestaat zoiets als de energiesnoeiers. En dat is een organisatie die bij mensen thuis gaat kijken op welke manier verwarm je, hoe is je huis geïsoleerd enzovoort, en welke adviezen kunnen ze geven op vlak van eventueel omschakeling. Dus ik ga niet degene zijn die zegt van je moet die ketel of die ketel installeren. Ik ken dat te weinig, in alle eerlijkheid. Maar ik zou daar advies rond in winnen. En misschien kan je dat ook doen via de gemeente of de stad. Ik weet dat energiesnoeiers een initiatief is van een intercommunale, dacht ik, bij ons in de streek. En als je dat intikt op de website, ga je wel vinden waar je die kan contacteren. En ik denk dat de gemeenten en de steden zelf ook wel advies kunnen geven om mensen op weg te helpen met dit soort vragen. Meer durf ik daar niet op antwoorden, in alle eerlijkheid. Ja, ik weet dat in Gent, mensen die in Gent wonen, is er de milieuadvieswinkel ook, die dat, dat advies geeft. Ook, en zelfs de omliggende gemeente, denk ik, van Gent, als ik mij niet vergis. Er is intussen ook een vraag bij mij terechtgekomen, Fabienne. En dat is een vraag van Linda. Ik weet niet, Linda, wil jij je vraag zelf stellen? Je kan jezelf unmuten door links onderaan op het micro-symbooltje te klikken. En ook je camera kan je starten als je dat wil. Ja. Dat klopt helemaal. En de Verenigde Staten is daar inderdaad een moeilijk voorbeeld. We kunnen maar hopen na president Trump dat er een volgende president komt die wel de Parijsakkoorden opnieuw gaat onderschrijven. Want dat is natuurlijk de basis van de internationale overeenkomst die alle landen ter wereld hebben gemaakt om effectief die klimaatverandering te lijf te gaan. Dat zijn die fameuze Parijsakkoorden. En u weet dat er elk jaar ook een COP doorgaat. Dus een vergadering van landen die eigenlijk de status van de klimaatverandering in kaart brengen en kijken welke maatregelen er moeten genomen worden. Die was voorzien dit jaar in Glasgow, het einde van dit jaar. Die gaat niet door omwille van de coronacrisis. Die zal naar volgend jaar opschuiven. Maar dat zijn dus de plekken waar landen internationaal afspraken maken, hoewel de Verenigde Staten zich daar dus nu iets van aantrekt. Wat betreft China, moet ik u toch zeggen dat zij wel mee zijn in dit verhaal. Ook landen zoals India, die zijn mee. Oké, misschien nog niet helemaal zoals Europa het al aan het doen is. We zijn,
Wij zouden het eerste klimaatneutraal continent zijn in 2050 als we die doelstelling kunnen halen. Sommige landen trouwens, zoals Finland, wil daar veel vroeger al zijn aan die klimaatneutraliteit. Maar de Europese doelstelling is eigenlijk voor het gemiddelde van Europa. Het kan zijn dat Polen daar nog niet is, maar dat Finland veel verder is en dat we dus met z'n allen dan wel klimaatneutraal zijn. China is mee met dat verhaal, in die zin dat zij bijvoorbeeld ook een emissiehandelssysteem hebben ontworpen. Ik weet niet of u weet hoe dat werkt, maar dat betekent dus dat je in je industrie, als je CO2 uitstoot, dat je dat kunt verhandelen en dat je je CO2-uitstoot, als die te hoog is, dat je kunt rechten opkopen van andere bedrijven die dan minder uitstoten. En in de loop der tijd neemt men die rechten, men neemt daarvan weg, zodanig dat het totale aantal emissierechten afneemt. En daar komt ook de prijs op. Dus men kan dat verhandelen en zo verplicht men de industrie, en we zijn daar al een aantal jaar mee bezig, om minder CO2 te gaan uitstoten. Wel, men heeft van in het begin gezegd, dat is gevaarlijk, dat gaat onze industrie kapot maken, want ja, buiten Europa doet men dat niet. Dat betekent dat bijvoorbeeld staal, dat van buiten Europa komt, goedkoper zal worden dan ons staal, want die CO2-prijs moet natuurlijk betaald worden, dus wordt die in dat product meegerekend. Maar China is zelfs met een systeem begonnen, zeer vergelijkbaar met dat van Europa, om zelf ook hun CO2-uitstoot drastisch naar beneden te halen. Dus ik geloof niet in het feit dat wij in Europa op ons eentje hiermee bezig zijn en de rest van de wereld zich daar niks van aantrekt. De rest van de wereld volgt. En in tegendeel, wij kunnen de standaarden zetten die elders gevolgd worden. Bijvoorbeeld bij de emissierechtenhandel hebben wij de standaard gezet. Als het gaat over dataprotectie, het fameuze GDPR, hebben wij de standaard gezet. Toen hebben onze bedrijven ook gezegd, ja, we gaan ons onderzoek en onze innovatie compleet kelderen, want anderen buiten Europa gaan zich daar niks van aantrekken en we zijn niet meer competitief. En wat hebben we gezien? Het GDPR-verhaal is overal in de wereld overgenomen. Dus dat is een Europese standaard die wereldstandaard geworden is. Dus ik geloof absoluut dat wij kunnen leiderschap claimen, ook op vlak van maatregelen tegen de klimaatverandering. En met behoud van onze competitiviteit economisch. Want ja, dat speelt een rol natuurlijk. Daar hangen van die bedrijven hangt veel werkgelegenheid af. En dat respecteer ik volledig. Dat is niet de bedoeling om onze bedrijven allemaal failliet te laten gaan, omdat wij geen CO2 meer willen uitstoten en de rest van de wereld zich daar niks van aantrekt. Maar het hoeft niet zo te zijn. En de praktijk of de realiteit toont aan dat het niet zo is. Hele grote bedrijven zijn trouwens vaak multinationals en zijn soms actief, zowel bij ons als in andere delen van de wereld. En die hebben er geen enkel belang bij van verschillende standaarden te gaan gebruiken naar gelang de plek in de wereld waar zij zich bevinden. Dus die leggen zelf dan in die andere regio's in de wereld onze standaarden, die passen die zelf toe en die leggen die daar dus eigenlijk, of die introduceren die daar zelf. Heel veel van onze bedrijven zitten natuurlijk in China. En de loonkost is daar wel lager, dat is een punt natuurlijk. Maar als het gaat over standaarden, wat betreft CO2-uitstoot, productie enzovoort, worden die daar ongeveer toch wel op dezelfde manier uitgerold als dat bij ons het geval is. Dank u wel. Oké. Er is hier... Ik heb het ook... Ik ben wel arts natuurlijk, maar ik ben daar zelf met dat onderzoek niet bezig. Ik heb dat ook maar gelezen, wat daarover gepubliceerd wordt. En ik heb begrepen dat een aantal maanden geleden een veelbelovend medicament leek te zijn, waar een aantal onderzoeken rond gebeurden, die eigenlijk op dit moment niet aantonen dat daar een voordeel aan vastzit. Integendeel, in de groep die behandeld is met dat medicament lagen de overlijdens hoger dan in de controlegroep. Dus het is een medicament dat natuurlijk, zoals alle medicamenten, bepaalde risico's heeft. En ten opzichte van het beschermen naar het coronavirus toe geen voordelen biedt. En we kennen allemaal de verhalen van president Trump die dat genomen heeft, of van die expert in Frankrijk die daar ook voorstander van is. Ik denk dat we nog finaal echte grote definitieve studies nog moeten afwachten. Op dit moment zijn er, als ik het goed begrepen heb, zijn de studies stopgezet omwille van voorlopige resultaten die dus eerder negatief dan positief zijn. Dus
persoonlijk als arts, als ik die gegevens zou hebben, zou ik dat nooit aanraden als medicament in de strijd tegen het coronavirus. En ik begrijp zeer goed dat men dat heeft geprobeerd. Maar als studies nu eenmaal zeggen van het werkt niet, of zelfs omgekeerd, het heeft meer negatieve dan positieve effecten, dan moet je daar ook de conclusies van nemen. Ik denk dat dat mijn standpunt zou zijn, dus ik zou het niet aanbevelen. Een tweede punt is... Mag ik even tussenkomen? Want ja, ik had begrepen dat de Lancet eigenlijk teruggekomen is op zijn positie dat het niet zou werken. Dus dat die studie eigenlijk niet correct is uitgevoerd. Anne, dan weet jij nu meer dan ik. Dat, informatie heb ik niet, maar je mag die mij zeker bezorgen. Want als dat zo is, dan is dat weer nieuwe informatie. Als het zo is dat de Lancet zegt, kijk, de studie... Je bedoelt, de studie die zou hebben aangetoond dat er meer overlijdens zijn, is methodologisch niet betrouwbaar. Ja, dan moeten we gewoon de studies verder zetten natuurlijk. En dan is dat de reden om die stopgezet te hebben. Dan denk ik dat dat mijn conclusie zou zijn. Maar ik zou nog altijd wel afwachten wat dan de finale conclusie van de klinische studies... Begrepen dat ze de studie gingen verder zetten. Oké. Okay. Ja, ja, dan ben ik het daarmee eens. Als blijkt dat een studie niet correct is verlopen, dan moet je die resultaten niet aanvaarden. Het is een beetje een soap aan het worden met die hydroxychloroquine, als ik het goed begrijp. Als de Lancet nu die studie die onderbroken is, teruggetrokken heeft, ja, dat betekent dat de klinische studies verder gezet moeten worden en dan we gaan moeten afwachten. En dan moeten we daar open voor blijven, voor wat daar kan uitkomen. Maar zonder dat we daar nu al conclusies kunnen aan vastknopen. Voor wat betreft 5G, ja, dat is een hele moeilijke natuurlijk. Dat is ongelooflijk veel discussie en debat op dit moment. Ik heb zelf in het Europees Parlement, we hebben daar ook een afdeling wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn onderzoekers die voor ons onderzoek uitvoeren. Ik heb die gevraagd om, en er zijn er al een aantal natuurlijk, een effectstudie op vlak van gezondheid en milieu uit te voeren naar 5G. Omdat er opnieuw heel veel studies verschijnen die elkaar soms tegenspreken en waar we ook niet altijd 100% weten methodologisch hoe correct ze zijn. Er zijn er die zeggen dat 5G schadelijke gevolgen kan hebben. Er zijn er die dat tegenspreken. De Hoge Gezondheidsraad, ik ben daar zelf lid van geweest zoveel jaar terug, die stelt, voor zover ik het nu, dat mijn informatie actueel is, dat er op dit moment geen redenen zijn om aan te nemen dat er bewezen schade is voor de volksgezondheid in functie van 5G-netwerken. Maar als ik het goed lees, dan baseert men zich nogal vaak op oudere studies met 4G-netwerken enzovoort en stralingsonderzoeken die niet representatief zijn voor wat 5G effectief mogelijk zou kunnen worden als het zou uitgerold worden. Dus ik denk dat we gewoon nog geen onderzoek hebben of onvoldoende onderzoek om daar ook weer een conclusie eigenlijk te trekken. En als dat zo is, dan denk ik dat je voorzichtig moet zijn. En ik weet dat er heel veel discussie is over de normen die moeten toegepast worden. Bijvoorbeeld in Brussel is dat nu een discussie waar men de normen ook al strenger heeft gelegd voor de 4G bijvoorbeeld. Ik denk dat dat verstandig is, zolang dat wij niet weten met zekerheid dat er geen gezondheidsschade is, van voorzichtig te zijn, van eventueel de stralingsnormen lager te leggen dan wat misschien elders zou gebeuren en van geen enkel risico te nemen. Want een keer dat we die netwerken uitrollen, dan zijn we allemaal proefpersonen in een experiment waarvan, ja, als de resultaten daar dan van tegenvallen, dat zou natuurlijk geen goede zaak zijn. Dus ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn. Maar ik weet niet of ik vandaag, allee, dat is dan misschien een tegenargument, of ik vandaag al voldoende argumenten heb om te zeggen we moeten 5G verbieden of we mogen 5G niet uitrollen. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Het voorzichtigheidsprincipe, het voorzorgsprincipe is en moet onze leidraad blijven. Dat is voor mij als groene politica een evidentie voor alle technologie en wetenschappelijke vooruitgang. Maar ik weet niet voor 5G of ik al voldoende evidentie heb gezien dat dit inderdaad dat het gezondheidsschade geeft. Alleen als je niet weet, ja, dan zijn we maar beter voorzichtig. En dat kun je doen door bijvoorbeeld, als ik het goed begrijp, want de techniciteit, daar ben ik minder thuis in, door meer masten te zetten met lager vermogen, wat natuurlijk de industrie niet graag heeft, want dat gaat hen dan meer kosten. Hè? En dan praten zij over competitiviteit. Ja,
Ik ben niet zeker dat ik weet exact waar u het dan op of waar u het over heeft. Als u het zeer algemeen stelt, dat een gezonde levenswijze, gezonde voeding, uiteraard bijdraagt tot een sterkere immuniteit. Dat is voor mij een evidentie dat we daar moeten op inzetten. En dat we dus via ons leefomgeving, via voeding, moeten proberen alles te voorkomen dat onze immuniteit eventueel naar beneden haalt. Nu, ik ben geen immunoloog of immuniteitsexpert, dus ik denk dat ik daar geen straffe uitspraken mag of kan over doen. Om te zeggen dat het coronavirus ons immuunsysteem, of dat mensen, of dat we nu allemaal ziek geworden zijn, of heel veel mensen door dat coronavirus, omdat het met onze immuniteit niet zo goed is gesteld, dat weet ik niet of ik die conclusie zou trekken, of waar die link zou moeten vandaan komen. Er zijn natuurlijk heel veel infectieziekten, heel veel virussen, heel veel bacteriën, voortdurend. En laat ons eerlijk zijn, zij zijn niet de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. Het zijn net de niet-infectieuze ziekten die veel grotere uitdagingen zijn. Ik denk aan diabetes, ik denk aan de gevolgen van overgewicht, ik denk aan kanker enzovoort. Waar dat je ook wel een link met immuniteit kunt leggen, dat is zo. Maar dus gewoon virussen, om te zeggen, we moeten onze immuniteit opkrikken. Als u weet hoe we dat moeten doen, zonder, in de omstandigheden waarin we nu leven, zeg maar, en naast de maatregelen die wij uiteraard proberen toe te passen om ons leefmilieu veilig te stellen en te verbeteren en onze voeding, dan ik zou niet weten waar dat op slaat of waar dat dan eigenlijk op doelt. Maar goed, dat is een beetje een medische vraag. Misschien mankeer ik wat context. Zou dat misschien 10, 15 jaar geleden nog ergens wel als een interessante piste beschouwen ten opzichte van fossiele brandstof? Ja. Op dit moment beschouwen we dat ook niet als een duurzaam alternatief. Ik denk als we over duurzame energie praten, dat wij vooral aan hernieuwbare energie, aan zon en wind denken, dat eigenlijk voor ons de toekomst is. Met misschien waterstof als drager, als dat dan groene waterstof is. Maar niet zozeer biomassa. Ik denk dat we daar een bijzonder beperkte rol voor zien. Want ik hoor constant dat hele bossen daarin verdwijnen. Voilà. En die centrales. Ja. En misschien ook de bomen langs de snelwegen. Ik weet het niet. Als men inderdaad gaat landbouwgrond of natuur vernietigen om biomassa te produceren, dan zijn we niet goed bezig. Dan denk ik dat we dat niet duurzaam kunnen noemen. En dat dan weer andere stromen op gang brengt die eigenlijk helemaal niet meer in de juiste richting gaan. Dus wij zijn daar geen voorstander van. En ik heb niet de indruk, als ik dan die discussies volg in het parlement of als ik de teksten van de commissie lees, dat daar heel veel... Ja, mogelijk zeer beperkt. Bijvoorbeeld in afvalverwerking kan daar misschien nog wel een plaats voor zijn, maar zeker niet als we daar gewassen gaan voor kweken om daar dan biomassa uit te halen. Dat is niet meer duurzaam en zeker niet de toekomst. Oké. Voilà. Ik denk dat we een beetje rond zijn met wat vragen. En ik wil alvast Petra hartelijk bedanken voor tijd te maken voor ons. Misschien toch nog een klein promo-momentje. We zijn ongeveer aan het einde van deze periode waarin Vorming Plus inzet op live webinars. We hebben voor mensen die in Europa geïnteresseerd zijn nog wel een interessante gepland op 25 juni. Dat is in samenwerking met Mo-magazine en de drie Oost-Vlaamse Vorming Plussen. We hebben een live lezing van Pieter Stokmans over hoe dat de coronacrisis de tegenstellingen tussen pro-democratische en autoritaire krachten in Oost-Europa op scherp gezet. Dus voor mensen die daar interesse in hebben, dat staat ook vanaf vandaag online op onze website voor in te schrijven. En dan hopen we jullie vanaf juli misschien terug te zien op een van onze live activiteiten dan met fysieke bijeenkomsten, want het zomerprogramma is uit en daar zijn heel wat wandelingen in gepland met speciale veiligheidsmaatregelen, dus dat gaat opnieuw kunnen doorgaan. En om helemaal af te sluiten, ik heb een berichtje gehad van uw medewerkers, Petra, dat we u morgen kunnen feliciteren voor uw verjaardag. Oké. Dus binnen een paar uur. Dus ik zal alvast een gelukkige verjaardag wensen. Ja, gelukkige verjaardag. Opnemen.
Dank u wel. En hartelijk dank voor tijd te maken voor ons. Was dit nu live, dan kreeg je een taart. Ja, juist.